Hallo allemaal, dit is Rick Stevens van Stevens Auto Service met vandaag even een kort filmpje over de diagnose van een cruise control systeem. Voor mij was het even zoeken hoe ik dat allemaal ging uitpluizen, maar op YouTube lijkt het allemaal heel makkelijk, maar in de praktijk is het altijd iets spannender als je niet weet hoe het precies werkt. Maar dit is een heel mooi systeempje, ik gebruik altijd Delphi, het standaard uitleesprogramma. In dit geval is het een Corsaatje C, dus niet heel erg spannend, met ook heel weinig spannende dingen erop, maar wel cruise control. En die doet het dus niet. Even kijken, dan gaan we dus naar de multifunctie. Die heb ik dus alvast ervoor geselecteerd. En dan ga je naar centrale elektronica en dan kom je hier bij de body control module tegen, oftewel de module die voorin onder het kapje zit onder de parafoonplaat, mocht die kapot zijn, die gaan nog wel eens een keer stuk. En ook vaak is daar een lekkage voor het voeteneind, maar dat even terzijde. En die is, die kun je dus daar vinden en die schroefjes zijn vaak lekker verroest en veel extra werk ermee. Maar goed, even kijken. Om niet te ver af te dwalen gaan we hier naartoe, body control module. Gaan we hier naar het uitleesvinkje toe. En dan hebben we hier, doen we oké. Want we hebben natuurlijk alles al aangesloten. En dan heb je hier de communicatie die tot stand is gekomen. Ga je hem even uitlezen wat er aan de hand is. En dan zegt hij cruise control hoge spanning. En dan vraag je je af, wat zou dat nou zijn? Dan ga je naar de live data toe. Dat is twee tandjes lager. Dan ga je hier, klik je gewoon even één balkje zwart aan. En dan pak je gewoon de eerste letter van het onderwerp wat je wilt pakken. Ook altijd heel handig. Dan doe je de C van cruise control. En dan staat hier, als het goed is, alles bij. In dit geval dus nog niet helemaal. Maar we gaan even scrollen. En toen deed ik even iets verkeerd. Dat is ook wel handig om te weten. Je moet niet meteen hierheen gaan. Dat is de eerste datalijst. Dan krijg je gewoon een standaard lijstje waar je het meeste nodig hebt normaal gesproken. Gaat gewoon weer hier naar rechts onder in de hoek. Druk je een keer op het icoontje en dan krijg je een hele waslijst. Maak je er één zwart. En dan druk je gewoon de eerste letter van het woord in wat je wilt zoeken. Doe je de C. En dan vind je hier dus de crash sensor enzovoort enzovoort. En ook de cruise control. En dan cruise control signaal is vooral boeiend. Want het is het signaal van de schakelaar. En aan de schakelaar zit ook het groot licht. En dat is ook degene die het probleem veroorzaakt. En dan verder kun je er leuk mee rondrijden. Kun je alles zien wat er gebeurt. Maar dat is nou allemaal niet heel boeiend. Dan ga je vervolgens naar de grafische modus. Dan kun je dat heel mooi weergeven. Dat is dit icoontje. En dan begint hij nu al iets te zeggen. Dan geeft hij nu al 0,60 volt. Eigenlijk een beetje aan de hoge kant. Maar nu ga ik het groot licht erop gooien. Ik hoop dat u het een beetje kunt zien. Dan doe ik groot licht erop. En wat schetst mij niet al te grote verbazing. Dat het groot licht dit signaal geeft. Wat hij dus niet moet geven. Nu heb ik hem weer uit. Nu ik het groot licht naar voren, krijg ik nog een iets ander signaal. Maar dat moet hij natuurlijk niet op de cruise control hebben. Dat snapt hij natuurlijk wel. Dus die schakelaar is een beetje ziek. Maar deze waarde is misschien ook handig voor u te weten. Als u het voorste schakelaartje bovenin op de knipperlichtschakelaar / groot lichtschakelaar indrukt, krijg je dit te zien als het goed is. Als hij dat nu weer weergeeft, als het nu niet helemaal gaar is. Nu geeft hij niet weer wat hij moet aangeven. Ja, deze doet het wel. Dat is dus de eentje naar achteren. Dat is de activatorschakeling. Die moet deze waarde aangeven 0,19. En dan die andere. Dat komt natuurlijk omdat je al te hoog voltage krijgt vanaf het groot licht. Wat hem dus plaagt. Even kijken. Ja, die doet het dus niet. En dan zit onder nog een schakelaartje. Maar normaal is die precies tot de helft, zeg maar. Als je dit zo leest, is die, als je die grote activeert, heb je dit gedeelte. En als je die voorste schakelaar activeert, komt die tot de helft. Dan krijg je ongeveer dit. Maar ook zo'n keurige blokspanning normaal gesproken. Dus in dit geval moet de schakelaar vervangen worden of gerepareerd worden. Maar vervangen is denk ik het snelst. Ik hoop dat u hier wat aan heeft gehad. Ik zou zeggen, be blessed maar weer. En tot het volgende filmpje. Joe.